Science of Science. Nou, in mijn eerste studiejaar geneeskunde mocht ik meelopen met een nefroloog op de dialyseafdeling. En toen zag ik voor het eerst wat voor enorme impact dat dialyseren heeft op iemands leven. En direct daarna heb ik contact opgenomen met een professor met de vraag of ik bij hem onderzoek kon komen doen naar nierziekte. En dat mocht. En dat onderzoek dat ging eigenlijk zo goed dat ik van het Leids Universitair Medisch Centrum de mogelijkheid heb gekregen om nog voor mijn co-schappen promotieonderzoek te doen. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ik krijg goede begeleiding en ik zit echt op een hele leuke en stimulerende afdeling. En daarnaast heb ik tijdens mijn bachelor geneeskunde al veel onderzoek kunnen doen. En via het zogeheten onderstraject al veel cursussen kunnen volgen. Dus op die manier heb ik mij goed kunnen voorbereiden op dit promotietraject. En ondanks dat ik een iets ander pad volg dan al mijn vrienden, die nu allemaal co-schappen lopen, ben ik toch erg blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Ja, want onderzoek doen, dat geeft ontzettend veel voldoening. Bij mijn promotieonderzoek kijk ik wat de effecten zijn van risicofactoren en van onze medische behandelingen op de progressie van nierschade. Met andere woorden, wat zorgt ervoor dat de nierfunctie achteruit gaat en hoe kunnen wij dit voorkomen? En om deze vragen te beantwoorden maak ik gebruik van enorme databestanden waar soms wel een miljoen mensen in zitten. En het is echt een uitdaging om die enorme berg data op de juiste manier te analyseren en dan tot de juiste conclusie te komen. Met epidemiologisch onderzoek kunnen we de vragen beantwoorden waar iedere patiënt mee zit in de spreekkamer. Bijvoorbeeld als je als nierpatiënt bij de dokter in het ziekenhuis komt, dan wil je natuurlijk wel een behandeling krijgen die bewezen effectief is en die dus echt werkt. En daarnaast zit je misschien met vragen zoals: hoe gaat mijn ziekte verlopen in de tijd? Wat gebeurt er in de toekomst? En wat is de oorzaak dat mijn nieren niet meer goed werken? Er komt steeds meer data beschikbaar tegenwoordig en er zijn steeds meer mogelijkheden om dit soort onderzoek te doen en dus de vragen van die patiënten te kunnen beantwoorden. Nou, het lastige van epidemiologisch onderzoek is eigenlijk dat mensen verschillend zijn. Als je bijvoorbeeld wil weten of vegetariërs langer leven dan vleeseters, dan verschillen die vegetariërs in heel veel opzichten van die vleeseters. Het is niet alleen dat ze vegetarisch eten, maar ze doen ook meer aan yoga, ze sporten meer, ze eten minder zout en ze roken minder. En al die andere verschillen kunnen ook een verschil in levensduur verklaren. Wat je dus eigenlijk zou willen is al die andere verschillen wegfilteren en alleen kijken wat het effect is van dat dieet. Nou, om dat te doen kunnen we bepaalde epidemiologische en statistische methoden gebruiken om daarvoor te corrigeren. En dat is wat epidemiologie zo leuk, maar ook zo lastig maakt. Maar het mooiste van mijn onderzoek is dat ik met een heel team, een multidisciplinair team van nefrologen, epidemiologen en statistici uit het LUMC, maar ook daarbuiten, een belangrijk klinisch probleem op kan lossen. En daarmee kunnen we bijdragen aan het verbeteren van de patiëntenzorg. Faces of Science.